Hi, dit is Roos van Roos Happy Things, deel 2 van de beenwarmers. Je hebt nu dat strengetje zo. Ik ga hem even een beetje uitzoomen, want anders kan je het niet goed zien. Maar het moet natuurlijk een rondje worden. Dus wat ga je doen? Dit is je eind, je begin. Leg je op elkaar. En dan ga je hier in die eerste vaste, ga je een halve vaste maken. Dus je steekt hem gewoon in, tussen onder de veetjes door. Je maakt een halve vaste. Dan doe je 2 lossen. En je keert je werk. En nu heb je ze dus aan elkaar bevestigd. Dit zie je later niks meer van, want dit ga je later aan elkaar naaien. En dan komt het gewoon netjes recht te zitten. Dat gaan we nu niet doen. Dus het is heel simpel. Ik ga het nog een keer laten zien. Ja, het is mijn patroon, dus voor mij is het simpel. Insteken. Naar de overkant, naar die eerste steek die je gemaakt hebt. Gewoon er doorheen halen. Je draadje er doorheen trekken. 1, 2 lossen en keren. En dan vanaf hier gaan we relief halve sokjes maken. Moet ik even goed kijken waar die eerste steek zit. Die zit hier. Dat is insteken. En aan de andere kant er weer uitkomen. Dus niet hier insteken, daar je draad ophalen. Nee. Je steekt hem in, bij het volgende gat kom je weer uit. Je haalt je draad op en je maakt een half stokje. Draad omslaan. Nu ga je naar het gat eigenlijk waar je een beetje geëindigd bent, die gelijk erachter zit. En dan steek je hem, je draad doet dus eerst die draad omslaan en je steekt hem aan de achterkant erin. Dan ga je naar het volgende gat. Dus die 2 veetjes heb je dan hier eigenlijk bovenop zitten. Je haalt je draad op. Je slaat hem om. En je maakt een half stokje. Omslaan. Hier zit dat gat weer. Daar het gat weer eruit. Doorhalen. Half stokje maken. Omslaan. Via de achterkant. Dus die 2 veetjes zitten bovenop. Doorhalen. En een half stokje maken. Omslaan. Hier zit het gat. Daar komt hij weer uit. Doorhalen. Een half stokje maken. Omslaan. Let op dat je 2 draadjes pakt, hè? 2 draadjes. En dan naar de volgende onder die 2 draadjes door. Doorhalen. Omslaan. Nou, zo ga je door. Dan krijg je dus een relief. Zoals je een relief stokje is het, half stokje. En dan maak je dus een boord mee. En ik ga er even mee verder. Als het niet duidelijk was, dan moet je hem even terugspoelen. Dan gaan we hem nog 1 keertje doen. Eronder uit, dus niet hier ophalen, maar je gaat gewoon gelijk naar het volgende gat. Daar hou je je draad op. En je maakt een half stokje. Omslaan. Via de achterkant. Dus eigenlijk heb je hier bovenop je 4 lusjes. Ja, en die 2 dan. Maar ik bedoel waar je hem onderdoor steekt. Ik ben later weer bij je terug. Succes!